In februari 2017 stak een TBS-patiënt in TBS-kliniek de Kijverlanden een medewerker dood. Dat deed hij met een schaar. Justitie eiste vandaag 10 jaar cel en TBS tegen Michel T., die zij ziet als een gewelddadig persoon. Zelf denkt hij dat hij heeft gestoken onder invloed van het snuiven van Ritalin. Het standpunt van cliënt is dat zijn remmen er eigenlijk niet meer waren. Het standpunt van cliënt is dat hij niet wist wat hij deed. Het standpunt van cliënt is dat hij in een vlaag van verstandsverbijstering gehandeld heeft zoals hij gehandeld heeft. Michel T. zat vandaag in de rechtszaal met handboeien in. Kennelijk denkt justitie dat hij anders gevaarlijk zou kunnen zijn. Er was ook speciaal vervoer voor hem geregeld vanuit Vught. Ik vond het onnodig. Ik heb ook de rechtbank gevraagd om te bepalen dat die handboeien af zouden gaan. Maar het is uiteindelijk een keuze van de rechtbank geweest om te bepalen dat hij op deze manier hier zit. Kennelijk advies vanuit het gevangen waar meneer verblijft. Ja. Het zet hem wel neer als een gevaarlijk wezen. Nou, het woord wezen wil ik niet gebruiken. Je zou daardoor het idee kunnen hebben dat hij inderdaad een gevaarlijk persoon is. Klopt.